Leuk dat je kijkt naar een nieuwe Hoefwijzer video. Je ziet het, ik ben niet alleen vandaag, want ik ben met Daphne. En we hebben een hele leuke sketch voor jullie vandaag. Het is een 10 soorten mensen die je op stal tegenkomt. Ja, gewoon 10 soorten paardenmensen. Dus ja. Je hebt van alles. Paardenmensen lijken over het algemeen op elkaar, maar als je erover na gaat denken, zijn er een heleboel verschillende mensen die je tegenkomt. Precies, dus dat hebben wij even uitgeplozen of uitgepluist in deze video. Zeg ik het zo goed? Ja, volgens mij wel. Volgens mij is het uitgeplozen. Want je hebt het al uitgeplozen. Nou goed, jullie gaan het zien en heel veel kijkplezier. Ja. Oh ja, en op het einde is een hele leuke winactie. Dus blijf tot het einde kijken. Dat wil ik ook zeggen. De stallen mesten en mijn paard rijden en zo. Ja, ik vind het ook wel heerlijk om jou vandaag te zien. Ja, heerlijk om even lekker bij te kletsen. Oh, ja. Meid, zo leuk. Nou, meid is uit met de kinderen samen met de les. Ik heb ze al tijden niet meer gezien. Hoe laat is het nu? Ja. Oh, het is al bijna 7 uur. 7 uur, ik moet nog koken. De tijd vliegt. De tijd vliegt, meid. Ja. Wat ga jij koken vanavond? Ja, ik ga stamppot maken. Nou, lekker, hè. Wij eten vanavond friet. Het is frietdag, hè. Oh, vrijdag frietdag. Ja, jongen. Ja, wij hebben vrijdag stamppot. Oh, vrijdag stamppot. Ja, we hadden gisteren al frietdag. Oh, je gisteren frietdag. Ja. Nou, dan weet ik waar ik elke donderdag bij jou moet eten. Ja. Ja, leuk, hè. Nou, meid, hartstikke laat. We gaan koken. Of ik zet de frituurpot aan. Ja, maar dat is ook koken. Ja, ja, dat is ook als koken. Nou ben ik ook heel goed in. Ja, ja, maar helaas, we hebben geen tijd gehad voor te rijden vandaag. In de nee, hoe zou dat nou komen? Misschien moeten we toch wat eerder gaan. Gerda, ik denk dat we elkaar vaker moeten zien. Dat is een heel goed idee. Ja, proost. Ja. Ik voel een energie. Ik voel een honger. Klopt dat? Ja. Ik voel het. Ach. Volgens mij weet ik de oplossing. Ik voel het. Kijk eens. Ja, dat is het. Oh, dat voelt beter, hè. Oh. Namaste. Namaste. Schud de negatieve energie weg. Ja, haal het eruit. Haal het eruit. Ja, goed zo. Goed zo. Ach, de honger is weg, hè. De honger is weg. Hey allemaal paardenvrienden van
vandaag ga ik weer een hele leuke video opnemen. En wat ik vandaag ga doen is echt weer super leuk. Vandaag ga ik van A naar B, niet op mijn eigen paard, maar met een stokpaardje. Dit is Harry, mijn stokpaard. En ik ga dus van A naar B met mijn stokpaard. En ik hoop dat het goed gaat. Heb je zin in deze video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan ga ik snel beginnen met een stokpaard. Nou, ik zit op mijn stokpaard, dus laten we beginnen. In 3, 2, 1. Zo, dat is wel een ruige rit hoor met Harry. Ik ben ondertussen ook mijn pet verloren zoals jullie kunnen zien. Maar ik ben bijna bij punt B aangekomen. Maar punt B is de paarden. En ik ben aangekomen bij de eindbestemming. Oh, tada, daar zijn de paarden Noora en Moos. En mijn paard Harry. We hebben de eindbestemming binnen 50 minuten gehaald. Ik ben heel erg blij. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog voor Harry en mij. En dan zien we jullie weer in de volgende video. Doei! Hey mam, ik zie Kim. Ik ga even naar haar toe. Kom je zo helpen, ja? Ja, oké. Ik ga vast in de stallen beginnen. Doei! Zo. Even kijken. Ik heb nog 20 minuten, dus kan ik even de stallen doen. En dan moet ik nog poetsen en opzadelen. Ja, dan laten we maar gaan beginnen. Dus sneller zijn we klaar. Nou, alle kleine beetjes helpen. Zo, ga ik even lekker poetsen. Ik heb niet zoveel tijd meer. Ik heb hem lekker gepoetst. En nu is het zadeltje. Heeft mama weer goed gedaan, mam, hè? Ja. Oh, mam, hallo lieverd. Ik kom hem meenemen, want ik heb les. Oh, dus ja. Het begint over een minuut en ik moet opschieten. Ja, oké. Okay. Dus ja, kom paard. Okay. Kom, we moeten... Ja, kom naar voren. Ja. Ver gedaan, hè. Tot over ongeveer een half uur. En over het uur gaat mama eten maken. Dat rijden, ik weet het eigenlijk niet zo goed. De laatste tijd gaat het niet echt goed. En hij heeft vandaag weer een paar keer lopen bokken. Ik lag er niet naast dit keer, dat dan weer wel. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Het is niet echt meer leuk. Ja! Hey Daphne, ik kom jou van al jouw problemen verlossen. Ik kan jouw paard temmen. Ik heb er al honderden goed gekregen. Ze hebben allemaal gebokt, gesteigerd. Ik ben een paar keer ondergeklapt. Dat ze dan zo stijgen en achtervallen. Nou... Ik durf het aan en ik krijg hem onder de duim. Oké, maar als het niet lukt, dan is jouw schutter, mag je hem gewoon houden, oké? Want dan hoef ik hem echt niet meer. Dat is helemaal goed. Dat is goed. Oké. Ja, dat komt goed. Nou, ik heb mijn paard bij me, Harry. Ik hoop dat het je lukt. Hij is dus niet helemaal goed bij zijn hoofd. Maar ik wens je heel veel succes mee. Hier is Harry. Oh, hallo Harry, gaan we even samen rijden? Ja. Wow. Nou, ja, dat bedoel ik dus. Hij is niet helemaal lekker. Hij is getemd. Wat goed. Nou, ik ben trots. Ik ben blij. Bedankt dat je mijn paard hebt getemd. Waarom staat zij daar te kijken? Rij ik nou zo slecht dat ze alle twee komen kijken? Nou, ik ga er vandoor, want voor een kwartier begint mijn les. Hier ga ik niet meer naar kijken. Nou, laat ik er maar afgaan, want hier ben ik wel erg onzeker door geworden. Waarschijnlijk doe ik het echt allemaal fout. Hey, je vindt het nog goed, ja? Ik even helpen met aanvegen.
zo een beetje aanvegen. Oh, het zit ook op jou. Jou aanvegen. Dankjewel. Ja, hey, ik ga weer even verder. En als je me nodig hebt, dan weet je me te vinden. Hè? Want ik wil heel graag helpen. Oké, dank je. Oh, zal ik even helpen met het hooi? Want ik zie niet dat het lukt. Zal ik even, mag ik dit meenemen? Mag ik helpen? Nee, hoeft niet. Nee. Het gaat, het lukt wel. Maar toch bedankt. Oké. Als je me nodig hebt, dan weet je me te vinden. Ja. Oké, dat is goed. Oh, wacht. Laat mij maar helpen. Ik wil ook helpen. Ik heb ook wel water gemaakt. Dus ik doe er ook wel bij. Oh, zo. Dankjewel. Ja, alsjeblieft, hè. En als je me weer nodig hebt, dan weet je me te vinden, hè. Oké. Oh, hey, ga je het zadel erop leggen? Ja. Oh, nou, laat mij dat maar doen. Zo. Hoppatee. Zo. Alsjeblieft, heb ik dat ook weer gedaan. Nou, als je weer mijn hulp nodig hebt, weet je me te vinden, hè. Ja, oké. Doei. Nou, dus nog even wachten op de instructeur, Moos. En dan kunnen we gaan beginnen met de les. Heb jij er zin in? Ja. Heb je cap goed op? Ja, ik heb mijn cap zit op. Hij, ja, wil je even een beetje hier komen? Ja. Hij bijt. Ja. Hij eet je op. Nee, hij eet op. Niet op. Ja. Hij is gewoon lief. Nee. Paars op. Wil je het testen? Ja. Oh, ik moet nog even aansingelen voor de les, want dan ben ik vergeten. Pap, zou jij me even kunnen vasthouden? Want wij willen nog eens weglopen als ik ga aansingelen. Vooruit. Ja, gewoon hier. Kijk zo, met een hand pak je die twee teugels. Nee. En gewoon lief tegen hem zijn, dan doet hij ook lief naar jou toe. Dan ga ik even afsingelen, oké? Hij bijt op de touw. Ja, dan zeg je gewoon, Moos, niet doen. En dan haalt hij het, zo, dan eet hij het niet meer op. Als jij bang bent voor hem, dan heeft hij dat door. En dan gaat hij juist jou extra bang maken. Dus doe maar gewoon heel relaxed, pap. Oké. En laat het tanden zien. Kijk. Dan zie je, papa, hij is toch best wel lief, hè? Nou, ik weet niet hoor. Zet je cap trouwens goed? Ja, die heb ik toch net. Je moet wel veilig zijn, hè? Zijn gevaarlijke dieren. Ze zijn heel gevaarlijk. Je hebt net het al gecheckt. Ja, nog een keer dan. Oké, ik ga. Ja, oké. Kom je nog wel naar mijn les kijken? Ja, ik kijk wel naar hier. Oké. Ja, niet de jasje vies maken. Dat was het. Nou, dat trouwens nog niet helemaal, want ik heb een winactie voor jullie. Een winactie? Ja, dit kan je winnen. Dit is een hoefwijzerpet. Dit is echt de allerlaatste. Dit was eigenlijk mijn pet, maar ik wil hem toch opofferen en hem weggeven met een winactie. En er staat ook een handtekening op. En hoe maak je nou kans op deze pet? Is natuurlijk door een like te geven bij deze video. Een reactie achter te laten met wat voor paardenmensen er nog meer allemaal zijn. Heb jij een bepaald paardenmens op stal? Of ben jij een bepaald paardenmens? Laat het even weten. Wij zijn echt heel benieuwd. Ja. Maar je moet ook abonneren op mijn kanaal en op die van Daphne. Nou, dat is leuk. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de voorwaarden. Abonneer op onze kanalen. Laat een leuke reactie achter met een soort paardenmens die jij bent of die jij kent. Ja, van en deel 2. Ja. Want ik wil nog graag wel deel 2 opnemen. En doe een duimpje omhoog bij deze video. Dat was het. En we hopen natuurlijk dat jullie hebben genoten van deze video. Je moet het natuurlijk wel met een enorme korrel zout nemen. Ja. Maar dat is denk ik wel duidelijk. Ja. Het gaat trouwens heel goed met onze mannen, met Geert en zo. Ja, ze leven nog steeds. Ze zijn wel op golfvakantie. Ik voel me wel eenzaam thuis. Ja, en de kinderen zijn nog steeds irritant. Ja. Nee, maar het was echt heel leuk om deze video op te nemen. En wij hopen dus dat jullie deze video ook leuk vonden. Doe dus duimpje omhoog. Vergeet niet op onze kanalen te abonneren. Ja. En tot hopelijk de volgende deel 2 sketch video van deze serie. Ja, oké. Mooi einde. Tot de volgende keer. Doei!